De afgelopen tijd heeft Ronald Molendijk aan de desk van Show Nieuws meermaals een kritische mening gespuit over Gordon, maar daar is de zanger absoluut niet van gediend. Een beetje zoals we van hem gewend zijn dus. De zanger lijkt met name boos om de uitspraak dat hij, knettergek, zou zijn en daar herkent Goor zich niet in. Ronald is zwaar Gordon moe. Hij kwam wel altijd weg met het feit dat hij waanzinnig kon zingen of dat hij waanzinnig ad was. Dan had je zoiets van, nou, dat is de basis en voor de rest is hij gewoon knettergek eromheen, maar dat is prima, dat is leuk. Maar nu is het alleen maar knettergek en is de basis niet meer goed, zei hij onlangs. En dat nieuwe album van Goor? Kwalitatief ook ondermaats, al dus Ronald. Als je dit album echt objectief luistert en dat zal hij zelf denk ik ook wel beamen, dan is het gewoon gemaakt met lichtgewichten. Hij had gewoon een echte producer moeten nemen. Voor Gordon zijn dit soort uitspraken kennelijk al zo erg dat hij een rechtszaak overweegt. Gordon heeft me recent een dreigbriefmailbericht gestuurd dat ik niks meer mag zeggen, anders gaat hij me aanklagen voor smaad en laster, dus ik zeg helemaal niks meer, al dus de muziekkenner gisteravond in shownieuws. Het ging in de showrubriek over de meniscusoperatie van Gordon, waar de entertainer heel erg de aandacht mee opzoekt. Bart Ettenkoven tegen zijn collega: zou je daar wat over willen zeggen dan? Hahaha, ha ha. Ronald, nee, echt. Dianta Brooks verbaast zich erover dat Ronald zich zo koest houdt. Sinds wanneer hou jij je aan dat soort afspraken? Ronald, nooit, maar hier heb ik ook niks over te melden. Succes ermee met je knie. Dianta, die ooit een verschrikkelijk en na journalistiek interview hield met Gordon, soms is zwijgen beter. Bart vindt het overigens lachwekkend dat Gordon zoveel aandacht zoekt met zijn meniscusoperatie. Ik hoorde hem een paar weken geleden roepen: ik ga nooit meer iets privés posten, maar alleen nog maar zakelijke dingen op mijn Instagram zetten, maar nu ligt hij op Insta in een ziekenhuisbed, wat toch best wel privé is, lijkt mij. Lachend: ik zie Ronald echt doodgaan.